Deze beschouwing. die gaat over Donald Trump. En die is naar aanleiding van een man. En die heeft met een verlopen rijbewijs. in een. even kijken hoor. een busje. Eh, is hij ingereden op een tent waar mensen zich konden registreren als republikein om te stemmen voor Trump of zo. Hij is met een busje ingereden op mensen die stonden te wachten om zich te laten registreren als uh, ja, voter registration tent in Jacksonville. En hij heeft tegen de politie gezegd. Dat uh, hij uh, ontzettend anti-Trump is. En dat hij vond dat iemand er wat aan moest doen. Ja, je. Ja. Dus uh, je bent het niet eens met Trump. En wat doe je dan als je er wat aan wil doen? Nou, dan rij je met je busje in op een berg mensen die pro-Trump zijn. Nou, dan heb je een hele hoop busjes nodig natuurlijk als je dat echt succesvol wil maken, dan, nou, dan moet je een hele hoop busjes hebben. Want er zijn nogal wat mensen die zijn pro-Trump. En die moet je allemaal ondersteboven rijden. En de vraag is natuurlijk ook, van, hij heeft met zijn busje erop ingereden, maar is dat dan wel effectief? Doet die persoon er dan echt wel echt wat aan? Of is het er weer zo'n uh, lapje tegen het bloeden, zachte heelmeester stinkende wonden verhaal? Dat is toch te gek voor woorden, man? Even serieus, hoor. En dit hoor je de zijn tijd, hè? Het valt me toch op dat die mensen die dan zogenaamd links zijn, hè? Die hebben een moraal, jongen. Zo, daar word je eng van. Maar is het dan ook niet zo gek natuurlijk, hè? Want die mensen die links zijn, die hebben als idool in Nederland bijvoorbeeld Paul Rozemuller... En Paul Rozemuller heeft als idool uh, Mao Zedong. En Mao Zedong, die Chinese leider... die heeft 60 miljoen Chinezen laten choppen in een paar jaar tijd. In het kader van, uh, dan gaat het beter met ons allemaal? Ja. Hey, linkse mensen, dat zou, zou het zijn... Nou, daar komen we straks natuurlijk wel op, maar... kijk, je gaat dan toch een beetje denken, dat is zo'n Paul hè? Die dan dus, uh, oh, Mao Zedong, 60 miljoen Chinezen heeft hij over de klink gejakkerd. Oh, ik heb een foto van hem boven mijn bed. Kijk, ja, laat ik het maar gewoon zeggen. Dan ben je niet goed bij je hoofd. Dat vind ik. Kijk, je bent ook niet goed bij je hoofd als je gaat slapen met een foto van Adolf Hitler boven je bed. Maar zo'n Paul Rosenmüller. En, en omdat hij dan links is, zegt iedereen: ja, maar kijk, dat moet je dan zien. Uh, kijk, uh, kijk, Adolf Hitler, dat was echt heel vervelend, want die was rechts. En uh, ja, want dat is dus altijd vervelend, maar links, dat is goed. En dan 60 miljoen uh, sadooie Chinezen. Ja, maar dan moet je ook weer zien in de context, hè. Je hebt dan bij Chinezen, daar heb je al bijna 1 miljard Chinezen. Dus dat is 60 miljoen, dat is dus 60 Chinezen op de 1000. Dat is ook maar 6 procent, hoor. Hij heeft 60 miljoen, dat lijkt voor ons hier in Nederland heel veel, want dat is drie keer de bevolking van Nederland. Maar in China, ja, jo. Nee, Ik snap die linkse politici, mensen, helemaal niet. En dan heb je dus ook nog die mensen hier in Nederland en die stemmen dan GroenLinks. Want ze vinden het niet erg dat Paul Roosemuller een fan is van Mao Zedong. Want ze vinden het ook niet erg dat Mao Zedong 60 miljoen Chinezen heeft omgelegd. Want het is allemaal voor de goede zaak. Uh, ja. GroenLinks mensen vind ik heel eng. Heel, echt bizar eng. Zo. Mijn dochter stemt GroenLinks. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, niet echt natuurlijk. Hij, en mijn dochter. Die... kijk, het, het hele punt met mijn dochter is, uh, mijn dochter heeft en zij weet dat ik dat heb gezegd. Dus kan ik het net zo goed nog een keer zeggen. Mijn dochter heeft het historisch besef van een achterlijke naakslak. Ik heb tegen haar gezegd toen ze, dat was niet de laatste keer dat ze hier was, dat was afgelopen maandag. Maar de keer daarvoor heb ik er gezegd: van, Nou, ik zal het maar eerder tegen je zeggen. Je luistert toch nooit naar mijn beschouwingen. Dus we maken het uit. Maar ik heb jou daar genoemd: uh, iemand met het uh, historisch besef van een achterlijke naaktslag. En ik heb er gelijk achteraan gezegd dat je. Eh, mijn dochter is ook goed in bepaalde dingen. Ze kan bijvoorbeeld best aardig ukulele spelen. En ze kan heel mooi zingen. En ze is gewaardeerd op haar stageplek. En ze werkt in een dakloze En. En ze kan eigenlijk hartstikke lekker koken. En ze heeft gevolg voor humor. En ze heeft in algemene zin wel smaak. Ze is natuurlijk helemaal geen slecht mens. Alleen het historisch besef staat gelijk aan het historisch besef van een achterlijke naakslak. Gewoon helemaal niks. Ik vroeg het dan ook op dat moment aan haar: kan jij wat vertellen over de geschiedenis van de mensheid? Nou, dan nou wist ze wel wat te vertellen hoor. Van de, oh, de jagers-verzamelaars waren we eerst. En toen de piramides. En toen kwam democratie. Of zo. Nou, dat is natuurlijk wel ongeveer waar. Alleen zij wist dus niet van Babylon. En zij kan het niet de link leggen met, ja, dat noem ik dus het als historische besef. Dat je snapt hoe het in elkaar zat. Want wij waren inderdaad ooit jagers en verzamelaars. De mannetjes gingen op jacht en de vrouwen die gingen verzamelen. Nou, niet altijd de mannetjes op jacht. Dus ik denk dat er ook wel eens vrouwen mee op jacht gingen. En ik denk dat er ook wel eens mannen gingen verzamelen. Maar in principe gingen de mannen enge, gevaarlijke dingen doen met gevaarlijke beesten. En die vrouwen lekker ver, ja, bessen verzamelen, noten. Zeg maar. Ja, zo is het begonnen, en toen kwam de stedenbouw. En de landbouw, dat, dat hield gelijk het tred. Dus met, de landbouw, eh, met de landbouw werd de stedenbouw mogelijk en met de stedenbouw werd de landbouw mogelijk. Dat waren twee dingen die zijn gelijktijdig ontstaan. En in de steden kwamen de... Ja, daar had je dus ook echt een bestuur nodig... Heb je natuurlijk ook, bij de jaarlijkse verzamelaars had je natuurlijk ook een bestuur, maar die groepen waren heel klein. Maar in de steden kreeg je groepen van honderden, duizenden, tienduizenden, uiteindelijk groter werden mensen. En dan wordt bestuur plotseling een dagtaak. En dan krijg je ook overheersing en tirannen. En die tirannen die hebben gewonnen. En het winnen der tirannen, dat is een soort succesnummer geweest. Het begonnen in het land Sumer heette dat toen. Nu heet dat Irak. En de stad die daar uh, genoemd wordt als uh, de naam, dat is Babylon. En het hele principe van Babylon, dat hebben ze. Ja, nou, ze hebben het in feite uitgeknobbeld. Wij, even bij het begin te beginnen. Een vak als sociologie. Dat vinden wij dan modern. Hè? Want... Oh, in de 20e eeuw zijn ze begonnen met sociologie. Dan kan je het gewoon studeren. Dat is heel interessant. Sociologie is al heel oud. De mensheid wordt al heel lang bestudeerd. Die kennis die wordt niet met iedereen gedeeld. Ja, ze kijken wel linker uit. Die, die kennis houden ze in principe voor zichzelf. Maar ze weten hoe ze grote groepen mensen. Uh, ...hetzelfde kunnen laten denken. Hoe ze de... ...ja, hoe ze de massa's kunnen sturen. Daar gaat het om. Dat, dat, dat doen die tirannen. Die houden de boel. Want zo'n tiran, dat, dat, die accepteer je niet zomaar. Kijk, als je een goede heerser hebt... ...ja, die kan alles lekker de boel de boel laten. Die doet de juiste dingen vanuit zijn positie. Is niet bezig met zelfverrijking... Maar hij is bezig met de belangen te behartigen van het volk. En ja, die heeft verder geen massacontrole dingers nodig. Maar een tiran wel. En helaas is het zo dat als de bevolking slecht is. dat dan alleen een tiran de baas kan zijn. Zo is dat. Staat in de Bijbel namelijk. En alles wat in de Bijbel staat is waar. Want zo staat het in de Bijbel. In de Bijbel staat dat dat zo is. Als het volk zich niet weet te gedragen. Nou, dan krijg je een tiran. En zo heeft Babylon. En die heeft zich. Met een hele studie dus. van hoe je een volk onder controle houdt. Nou, dat is één groot succes nummer geweest. Altijd. En dat is nu dus ook. En nu heeft Babylon de. Ja, dan hebben ze dat begrip democratie. Dat slaat helemaal nergens op. En waar het op neerkomt is dat uh, Babylon bepaalt wie er uh, de, de leider mag zijn. En dan hebben ze vaak meerdere. Personen voor, daar worden zorgvuldige studies van gemaakt. Zo iemand als Bill Clinton bijvoorbeeld, die is zorgvuldig geselecteerd. En die kreeg een beurs aangeboden, een, een beurs vernoemd naar de, de beurs van de Rhodes Foundation. Een Rhodes, dat komt van Cecil Rhodes. En Cecil Rhodes, dat was een hele stinkend rijke kerel. En die behoort dus tot die tyrannenclub. Oh ja, dat heb ik nog niet verteld, maar die tirannen die zijn gaan samenwerken. Dus de samenwerkende tirannen, dat is Babylon, daar komt dat op neer. Ja. En hier in Europa heeft zich dat gemanifesteerd in eerste instantie als het Romeinse Rijk. En toen werd dat het Heilige Romeinse Rijk. Ja, met wat horten en stoten. We hebben die opstand gehad onder leiding van Maarten Luther. Of nou, onder leiding, maar met Maarten Luther en de drukperskunst, het boek drukkunst. Die Gutenberg-presse. Nou, dat was even een opluchting. Daar waren we tijdelijk even verlost van Babylon. Dat was hier in Nederland de Gouden Eeuw. Dus de Weet je dat ook waar, waarom het toen zo goed ging met ons? Ja, dat was dus die opleving die we kregen doordat Maarten Luther uh, een ongelooflijke lawine van protest veroorzaakte. En toen waren we verlost van Babylon. Ja, dan ben je van al die belastingdruk af. Dan ben je van al die mafketelarij met die regelgeving af. En dan word je oplossing. Hé, hé. Ja, dat was dus de gouden eeuw. Dat was de 17e eeuw. Maar toen kwam Babylon kwam terug. En Babylon is nu terug, helemaal terug. En in die tijd zo'n beetje van Maarten Luther zijn heel veel mensen gevlucht naar Amerika. Maar Babylon is daar fijn achteraan gegaan. En in Amerika is dus ook een periode geweest van relatieve ja, harmonie en vrijheid en het ging wel best wel goed. Maar Babylon kwam er achteraan. En Babylon heeft in Amerika in totaal iets van zes presidenten vermoord. En nu doen ze dat veel. Ja, nu hebben ze dus het hele democratische proces in, helemaal in de pocket. Dus het is helemaal gereguleerd. En zij bepalen wie er president mag worden. En die Cecil Rhodes, die boord bij die club, die had dus uh, Rhodesia. Hij had een heel land naar zichzelf genoemd. Rhodesië, dus, hè? van Rhodes. En Cecil Rhodes heeft enorm veel geld verdiend. En dat heeft hij nagelaten natuurlijk. En heeft hij een hele ingewikkelde erfenistestement opgesteld. Dat, dat geld in fasen moest worden uitgerold. Om een zo groot mogelijk effect te veroorzaken. ten behoeve van die uh, verzamelde tirannenclubheerschappij. die we Babylon noemen. En die heeft dus een. Uh, die, die geven beurzen weg. dat is best veel geld. En Bill Clinton was iemand en die kreeg zo'n beurs. Want ze zagen wel wat in hem. Dus hij paste wel in het marketingplaatje. Toen is hij gegroomd, zo heet dat, klaargestomd voor het presidentschap. En het, ja, er gaat zo'n anekdote dat Bill Clinton, voordat hij nog maar op het grote toneel verscheen... ...dat er al tegen hem werd gezegd van nou jongen, als je nou tussen nu en zoveel tijd uh, geen al te maffe dingen doet... ...letterlijk werd er gezegd, uh, if you don't fuck up... Maar dat mag je niet zeggen op internet, maar zoiets zeiden ze dus. Dan zit je geramd. Nou, zo kregen we dus Bill Clinton als president. Zo is ook Ronald Reagan uitgekozen. En all allemaal zijn ze uitgekozen. Geselecteerd. En dan mag je dus als publiek, als Amerikaans stempubliek, mag je kiezen voor zo'n president. En ze in Amerika hebben ze twee vleugels. Ja, die twee vleugels zijn de twee vleugels van één en dezelfde vogel. Zoals ze dat dan mooi zeggen. Het zijn twee vleugels, de linker vleugel en de rechter vleugel, en het is één vogel. Of de, de andere die gebruikt wordt is het begrip uh, een grootvadersklok. Zo'n klok met zo'n uh, zo zo zwengel die van links naar rechts gaat. Nee, dat heet geen zwengel, dat heet iets anders. Dat noem je zo'n ding. Onder zo'n klok van tik, tak, tik. Zo'n gewicht gaat wel links naar rechts. Hoe noemen ze ding? Klepel? Nee, ook niet. Maar dan ga je dus naar links en dan ga je naar rechts en dan naar links en dan ga je naar rechts. Je hebt wel weer een linkse presidentschap en dan krijg je rechts presidentschap. Maar de wijzers van de klok die tikken netjes in dezelfde richting door. Namelijk met de klok mee. Namelijk met het doorvoeren van de agenda. En de agenda in Amerika was. Uh, ...soldaatje spelen. Want Ameri de Amerikanen zijn ingezet tegen allerlei landen waar ze niks te zoeken hadden. Als je dat had gezegd tegen die Amerikanen die dan uh, de eerste uh, de eerste koloniën stichten. Uh, daar dat was het trouwens ook zo dat de. de het was helemaal niet de bedoeling dat er oorlogen gevoerd zouden mogen worden buiten de eigen landsgrenzen. Helemaal niet. Het leger was om te verdedigen als er iemand zou aanvallen. En later is dat dan verruimd van: ja, als je weet dat iemand je gaat aanvallen, dan mag je preemptief uh, gaan aanvallen, want dat is uh, strategisch. Dat is een kwestie van strategie. Je gaat niet wachten tot je tegenstander helemaal klaar is. en dat hij jouw land binnentrekt. en dan ga je lopen verdedigen. Nee, als je weet dat iemand klaar staat. of aan het voorbereiden is om jou binnen te vallen. en je weet dat, ja, dan, dan pak je hem natuurlijk gelijk. Dan moet je hem een slag voor zijn, zo heet dat dan. Maar wat ze natuurlijk in Vietnam hebben gedaan als Amerika. dat sloeg helemaal nergens op. Maar dat was puur het inzetten van het Amerikaanse leger ten behoeve van het belang van Babylon. En wat ze nu verder met Amerika doen is dat die rol van de, ja, noem het maar, de wereldpolitie uithangen, die is denk ik niet meer zo belangrijk. En nu is het van het grootste belang dat die economie van Amerika uh, helemaal naar de Ratsmedee gaat. En dat doen ze door de economie van China enorm te stimuleren. Dus China, als je een ondernemer bent in China, ja, dan, dan boer je goed, man. Ben je een ondernemer in Amerika, ja, dan kan je aankijken tegen ik weet niet hoeveel regels. Dat is helemaal niet meer leuk om ondernemer te zijn in Amerika. Tenzij je een company runt van de, van de grote jongens. Dan is er niks aan de hand. Maar als jij als middenstander een bedrijfje wil gaan beginnen. Ik zou, ja, je moet zelf weten. Maar we ja, wonen toch niet in Amerika. Maar het is daar niet zo makkelijk hoor. Nou, en Donald Trump is uh, geselecteerd. En hij mag dan de, de rechtse agenda gaan doorvoeren, of het rechtse geluid laten horen en dan. Misschien dat hij nog een, een vier jaar mag. Zou zomaar kunnen. Dan kijken ze wel. En dan zal je na Trump zal je wel weer iemand kijken van de linkerkant. En die gaat dan links de dingen doen. En wat er gaat gebeuren met Amerika is hetzelfde. Namelijk Amerika wordt volgepompt met mensen die daar helemaal niet thuis horen. Die de taal niet of nauwelijks spreken. Die ja, van culturen zijn waar het IQ niet zo hoog is. En als jij geboren bent van een papa en een mama met een, die allebei een IQ van 80 hadden, ja, dan heb jij waarschijnlijk ook een IQ van 80. Ik ben geen racist of zo hoor. daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar cultuur is wel heel bepalend voor IQ. En IQ is heel bepalend voor criminaliteit. Dus criminaliteit is veel hoger onder mensen met een laag IQ. Dat staat keihard vast. Dat is ook heel begrijpelijk. Ja, die mensen die uh, met een lage IQ die worden voorbijgestreefd... en ja, dat, zet, dat geeft kwaad bloed. En die denken dan... Oh, als ik het niet gewoon krijg, dan pak ik het wel voor mezelf. En omdat ze een lage IQ hebben... kunnen ze ook heel moeilijk inschatten dat... dat dat gedrag, dat criminele gedrag... dat dat op termijn uh, je eigenlijk alleen maar nadelen brengt. Dus iemand met een vrij hoog IQ... een gemiddeld IQ, die, die zal nooit... Begin aan criminele activiteiten. Want die weet van ja, als, je dat, als dat uitkomt. als de politie erachter komt. of wat van ook. en de kans dat zoiets uitkomt, die is heel reëel. Als die later laat zijn kop. die gaat wel wat anders doen. om zijn geld te verdienen. Want die heeft toch een hoge IQ. En Amerika was zo vol gepompt met al die mensen. En Trump heeft ongelooflijk veel banen gecreëerd. En daar wordt hij voor geprezen. Maar wat er niet wordt bij verteld, is dat hij daar heel veel, heel veel geld voor heeft uitgegeven, geld wat de Amerikaanse bevolking niet heeft. In elk geval de staat heeft dat niet. De staat heeft een enorme schuld. Net als hier in Nederland heeft de staat ook een schuld. Een schand trouwens. Zouden ze, ze moeten verbieden. Maar dat idee van die staatsschulden, daar ja, zit een agenda achter. Hier in Nederland hebben wij hetzelfde fenomeen, hè? dat onze leiders die worden geselecteerd. Iemand als Geert Wilders, die, die, die past heel goed in het plaatje en dat geldt ook voor Thierry Baudet. En als jij ja, dingen gaat zeggen of je, je gaat dingen doen die Babylon niet welgevallig zijn. Bijvoorbeeld, goed voorbeeld, Pimfortuin. Daar word je opgeruimd. Pimfortuin is niet vermoord door, een, ja, door die man die ze dan zeggen dat hij het was. Die volk van de G. Bijvoorbeeld Van de Graaf heette die. Dat is allemaal iets al te toevallig. Er is een vrouw geweest in de Veen. die heeft een boek geschreven. en het heet Moord namens de Kroon. Dat wordt niet meer uitgegeven. Dat is uh, vervelend. Want ik zou het wel willen hebben. Dus als jij weet dat er, als je iemand kent. of je hebt er zelf eentje. dan. Nou, geef minimaal welke uitgever dat. Nou, ik zou het wel willen hebben. Dus als je een fotokopieerapparaat hebt. Nou, dat mag natuurlijk niet hè, qua copyright. Maar als het niet meer wordt uitgegeven, dan lijkt het mij. Nou, moet je maar even kijken. Ik had het toen moeten kopen. Heb ik toen niet gedaan. Maar hier in Nederland geldt ook dat je... dat onze regering, dat is een fars. Onze regering doet netjes wat Babylon dicteert. En een van de dingen die gedicteerd wordt door Babylon... is dat die staatsschuld moet blijven. Dus je mag voor de vorm heus wel een jaartje lang... Uh, er wat aan doen dat die staatsschuld omlaag gaat. Maar wat je, wat je niet mag doen... is dat je als Nederlandse staat... Een, bijvoorbeeld een spaarpot heb. In plaats van een schuld. Wat normaal zou zijn. En normaal gesproken heeft een bedrijf wat gezond is. Heeft uh, vermogen, eigen vermogen. Waarom zou een bedrijf een schuld moeten hebben? Waarom? Wat word je er wijzer van? En in het geval van een onderneming kan je daar nog iets bij voorstellen dat je als je gaat uitbreiden je gaat machines erbij kopen. En dan heb je misschien dat geld niet. En dan gebruik je daar een geldschieter voor. Dus heb je vreemd vermogen nodig voor het aanschaffen van die machines. Maar dat geldt voor een staat niet. Hè? De Nederlandse regering hoeft toch niet te investeren in machines? Waarvoor dan? Wat moet de Nederlandse regering nou aan activa, zo heet dat dan... Wat moeten ze nou aan vaste activa hebben? Wat? Hebben ze niet genoeg gebouwen? Nee, die staatsschuld, die wordt met opzet gecreëerd. En zo betaalt de Nederlandse staat... Uh, uh, ja, periodiek, ieder jaar of iedere maand. Een bedrag aan Babylon. Want Babylon is de eigenaar van het geld. Ja, Ze zit het in elkaar. Dat geldt ook zo voor die EU. De EU is niets meer dan een manier om... Ja, de soevereiniteit van de, de staten in Europa op te heffen. En die wordt dan gebracht onder de Europese soevereiniteit. En dan krijgen dus mensen als Van Rompuy, Herman Van Rompuy. Helemaal uit het niets. In ene hebben we een Europese president. En wat is dan de achtergrond van die man? Ja, een jezuïet. Uit Leuven. Ha 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 ha. ha, ha. En de jezuïeten, de katholieke kerk, de universele kerk. Katholiek is Grieks, betekent universeel. Universele kerk, dat is Babylon. Dus dan krijg je vanuit die hoek uh, krijg je dan een president. En Europa gaan ze ook helemaal laten vol, net als Amerika, helemaal volstromen met mensen van buiten. Die helemaal geen hechting hebben met het land. Die, taal, die de taal ook niet willen spreken. Ja, die willen de taal wel spreken om in de supermarkt ja, te kunnen afrekenen... en te kunnen vragen waar de hagelslag staat en dat soort dingen. Maar het land aan zich, dat zegt ze helemaal niks. De cultuur zegt ze ook helemaal niks. En dat willen ze, dat is, En wij hebben dat niet in de gaten en wij maken ons dan druk over Trump. Maar dat moet je helemaal niet doen. Want zo dadelijk krijg je Hillary Clinton als hij dan nog leeft, of je krijgt een Bernie Sanders of iemand anders van links. Maar die gaat precies hetzelfde doen. Dat je kan wel zeggen, ja, Donald Trump die bouwt een muur. Nee, Donald Trump bouwt helemaal geen muur. Hoe kom je dan naar bij. Hoezo bouwt hij een muur? Ja, maar dat wil hij. Ja, <laughs> zegt hij ja. Maar er komt helemaal geen meer. En trouwens, Donald Trump hoeft alleen maar te zeggen dat hij zegt dat het hem te oren is gekomen: dat er mensen in Amerika in de rond te lopen en die hebben geen geldige papieren en dat er niks aan wordt gedaan. En dan moet hij zeggen: Nou, uh, ik wil weten welke agenten daar niks aan doen. En die krijgen volgende, uh, volgende maand geen salaris meer. Dus als jij als agent. Uh, heb jij iemand laten lopen met ongeldige papieren? Ah, mee ontslagen. Doei. Is dat snel afgelopen hoor. Dan is het heel snel afgelopen. En dan uh, kan hij bij wijze van spreken. kan hij undercover mensen sturen. en die gaan in een regio kijken of daar mensen in de rond te lopen zonder geldige verblijfspapieren. En als het er meer zijn dan zoveel procent van de reguliere bevolking, en dan wordt het hele politiedistrict, kantoor, ding. Het wordt ontslagen. Hoppakee. Geen WW, helemaal niks. Bats. Je badge inleveren. Je gun inleveren. Je uniform inleveren. En je dienstauto. En we willen je nooit meer zien. En nee, je mag nooit meer werken voor de overheid. Dat kan Trump toch ook doen? Dan nou, is het in één keer afgelopen. Je. Maar dat gebeurt niet. Nee, ze willen zelfs bij wetten regelen dat... Het is al bij wet geregeld dat als je in Amerika komt... en je hebt geen geldige papieren... dat je recht hebt op gezondheidszorg. Ja, dat moet je vooral bij wet gaan vaststellen. Wat, heeft het dan, wat betekent dat dan? Dat je geldige papieren hebt of niet? Ja, helemaal niks dus. Ja, dan heeft het hele staatsburgerschap ook helemaal geen zin meer. Toch? Maar Amerika, dat is al zo lang geleden dat die droom, dat die voorbij was. Met het tekenen van die, die Amerikaanse grondwet in 1776. Toen was er een vent en die heette Lorenzo Ricci, was de hoofd van de Jezuïetenorde. orde. Die was daarbij. De Jezuïte-orde, die, die heeft Amerika in de pocket. En de Jezuïte-orde, als je dat niet wist, die is opgericht in 1540. En dat zijn zware jongens. Echt hele zware jongens. De huidige paus is een Jezuïte. En Franciscus is heavy, hoor. Want die ramt het dan nu door dat het... Het homohuwelijk gaat komen. En straks krijg je homoseksuele priesters. Ja, die zijn er, denk ik al. Mama Piri, ben jij tegen homo? Uh, nou, ik vind. Ik, ik vind. Uh, dat hele gedoe met seks. Dat vind ik eigenlijk belachelijk. Ik snap wel dat mensen graag uh, seks doen. Dat het lekker is. En dat ze dat leuk vinden. En. Ik vind dat mensen dat uh, moeten doen en ze moeten er niet over oude hoeren. Ik vind dat niet gepast. Dat moet je niet doen. Daar hou ik niet van. Ik heb het een tijdje gehad. Dat was in mijn vriendenkring. Toen was ik een jaartje of 23, 24. En. Ja, niet iedereen had een vriendin. Sommige, ja, niet dat wij niet aan de vrouwen konden komen, maar soms wilde hij gewoon even niet. En dan had je wel weer een vriendin. En, zo. en dan heb je dus seks. Dat was toen allemaal heel normaal. En wij vertelden dan aan elkaar uh, hoe de seks was. Als we dan weer een seks hadden gehad. Dan heb ik al hele interessante verhalen gehoord. Maar kijk, dat is dan onder vrienden. En na een tijdje ging daar de lol er ook vanaf. En dan heeft de ene echt een ongelooflijk bizar verhaal. En dan de rest hebben van... Wauw, nee, dat meen je niet. En dan heeft zij... Waar? Uh, en dan komt een ander dan... Die denkt, oh, nou, de volgende keer heb ik een verhaal. En dan komt een ander en die heeft dan nog een bizarder verhaal... Maar ja, dan ben je op een, op een dag ben je door alle bizarre verhalen heen. Heb jij nog uh, seks gehad? Ja, en hoe was het? Nou ja, gewoon eigenlijk uh, gewoon seks. Oh. Ja, dat was wel lekker hoor. Ja, dan uh, zit het op dat niveau. Seks is uh, ongelooflijk uh, uh, over, overbelangrijk gemaakt. Dat slaat nergens op. Dus dat iemand uh, homoseksueel is, dat, uh, ja, dat, dat hoort niemand te weten. Daar moet je het nou ook niet over hebben. En los van uh, homoseksualiteit, als dat zo... Uh, ...wijdverbreid is... Uh, ...in de historie was het zo dat samenlevingen met zo'n... ...wijdverbreide homoseksualiteit, toestand, acceptatie... Er waren hele vervelende samenlevingen. Dat was Babylon namelijk. En ook het idee van androgynie, dus dat je nog mannetje, nog vrouwtje bent, hè? dat is helemaal niet nieuw. Dat was in de tempels, in de tempels van Inanna. Inanna was de, de baasgodin van Babylon. En in die tempels had je dan de, ja, die tempelmensen, tempelmedewerkers. Die werk veel met kaarsen sjouwen en de dienst voorbereiden en een liedje zingen. Oh prostitutie ook. In Babylon kon alles. Hè. En daar was androgynie. Dat betekent dat je eens nog mannetje, nog vrouwtje bent. Daar waren ook heel veel mannen die hadden zichzelf gecastreerd. Ja, dat is hè? hè. Dat is heavy, hè? Als Babylon. Dus in principe een samenleving waarin homoseksualiteit openlijk en heel belangrijk is. Dus en openlijk en het is heel belangrijk en iedereen moet accepteren. Die samenlevingen in de regel zijn dat samenlevingen die staan onder controle van Babylon. En wat zie je nu? Nou, we staan onder controle van Babylon. En homoseksualiteit is heel belangrijk en heel openlijk. Dus ja, het is gewoon weer hetzelfde als vroeger. En in harmonieuze samenlevingen waarbij het gezin niet de hoeksteen is van de, Sorry, van de samenleving, maar de bouwsteen van de samenleving. De gezinnen de bouwstenen zijn. Dan heb je dus papa en de mama en dan heb je de kinderen. En als het verder harmonieus is en dat betekent dat uh, God die is de baas dat God is de koning. Maar voor de rest heb je dan mensen en die doen werken. Bouwvakkers, loodgieters. Kraamverzorgers. Naaisters. Nou, zeg maar wat heb je dan nou maar nodig? Tuinmannen, landbouwers. Gereedschapbouwers. Automonteurs. Nou, iedereen werkt. Op een of andere manier. En dat it. Je hebt dan guilders, die zijn wel nodig. Omdat veel beroepen, daar zit een specialisme in, en je wil toch dat een beroep goed uitgeoefend wordt, en er moet een soort toezicht zijn. Maar dat toezicht, dat, ja, dat gebeurt door de mensen uit het vak. Ze zeggen wel eens, je moet de slager niet zijn eigen vlees laten keuren. Uh, maar eigenlijk moet je dat wel doen. Want het is juist de slager die het beste kan beoordelen... wat de kwaliteit is van het rauwe vlees. Ervan uitgaande dat het een, uh, <laughs> een slager is... die <laughs> niet wil dat zijn cliëntele door zijn producten een vroege dood sterft. En je moet een slager hebben die begrijpt dat, dat het ook hem in zijn nut is... In zijn, dat hij er baat bij heeft... Dat iedereen het eten van zijn product overleeft. Zodat ze volgende week ook weer biefstuk komen kopen. Maar in een harmonieuze samenleving heb je dat soort rationaliteiten. En uh, ja, die zijn er. Dus daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. En in die soorten samenlevingen heb je geen. Al die sekstoestanden heb je niet. Want wees ook nou eens eerlijk, even, even dan terzijde dan over seksen. Maar ik heb dus een... Uh, 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 in mijn nabije omgeving zijn er mensen... en uh, die zijn helemaal niet mooi. Ja. ja. Dan heb je ook mensen zoals mijn dochter. En mijn dochter is... Ja, uh, uh, die is mooi... Ja, dat is toch niet eerlijk qua seks? En dus als mijn dochter seks wil, ja, die, die kan zo seks krijgen. Maar neem nou eens een, iemand van haar leeftijd die niet mooi is. Ja, ah, dan heb je nog, een, en mijn dochter is twintig, dus iedereen van twintig. Maar er zijn ook meisjes van twintig. Ik zit er als ik in de bus zit, en dan komen de meisjes uh, er zo pliep pliep het over chip. Hè? En dan zit er erbij dat ik denk van, ja, jij bent helemaal niet mooi. Dan kan je wel lekker veel seks willen, maar je bent helemaal niet mooi, dus. Ja. En hebben die mensen dan geen leven? Nee, natuurlijk niet. Die hebben gewoon een leven en dat al iedereen, en dat is ieder ander. Je moet dat seks eens even wegdenken, en dan is het helemaal niet meer zo belangrijk wie er mooi is en niet mooi is. Maar dit was zijde. We hadden het over Trump. En dat iemand, die was 27 jaar, by the way. Die heeft zijn busje ingereden op uh, mensen die waren pro-Trump. Ja, iemand wist er wat aan doen. En toen heb ik het maar gedaan. Maar hij snapt niet dat Trump is van de katholieke kerk. En Trump weet dat ook hoor. Trump heeft in 2016 een brief geschreven aan het katholieke Huppeltje Pub-congres. Ergens in Amerika. En daar heeft hij uh, een belofte gedaan dat hij de, de katholieken zou steunen. En hij heeft zelf de term gebruikt: dat hij voor ze zal vechten. Ja, oh, dan. Uh... Dan kan je nog denken van ja, dat heeft hij alleen maar gezegd en dat was alleen maar om goed over te komen, maar dat meende hij niet. Nou. Ik denk dat Trump verstandig genoeg is om ja, goed te luisteren naar wat de mensen vanuit de universele kerk tegen hem zeggen. Kijk, John F. Kennedy bijvoorbeeld, die deed te eigenwijs, en die hebben ze doodgeschoten. Dat was de universele kerk. Uh, Abraham Lincoln, zelfde lakend pak. Was in de 19e eeuw, 1865. Toen heeft Amerika de banden met het Vaticaan verbroken, omdat ze erachter waren gekomen dat het Vaticaan achter die aanslagen zat, achter die aanslag zat op die president, dat het Vaticaan erachter zat, dat Abraham Lincoln was vermoord. En toen hebben ze de diplomatieke banden, de diplomatieke banden met de Vaticaanstad verbroken. Die zijn pas weer hersteld door Ronald Reagan. In 1984. En ik denk dat iemand als Trump. Uh, ja, nee, Trump zal echt wel binnen de lijntjes blijven. En dan wordt er dus openlijk. Gedaan alsof het Vaticaan helemaal niet eens is met wat Trump doet. En oh, die stoute Trump. En het doet niet wat het Vaticaan zegt. Want Trump is bijvoorbeeld uit het klimaatakkoord gestapt van Parijs. Maar dat maakt het Vaticaan niet zo gek wel uit, joh. Want zo dadelijk hè, dan komt er een linkse premier-dinges-president. En die weet niet hoe snel hij uh, zijn handtekening moet zetten onder het klimaatakkoord van tegen die dagen. Wat nog een stuk strenger zal zijn dan het klimaatakkoord van Parijs. En het klimaatakkoord, dat mag je toch weten, dat gaat alleen maar om geld. Het gaat over, over geld en het gaat naar Babylon. En dan in het kader van het klimaat, alsof het klimaat uh, verandert. Kan worden door de mens. Het is een. Uh... Ja, het. Uh... Het is een slimme manier. Daar uh, kwam ik net op, uit. Dat ik zei die sociologieën. Die kennis van hoe je mensenmassa's moet sturen. Het idee. Dat je het moet gooien over de boeg van uh, het milieu en het klimaat dus. Komt uit de jaren 60. Toen is dat begonnen. Mensen bang te maken voor het klimaat of het milieu. Je heb zo'n uh, rapport van de Club van Rome. Treffende naam, hè? Club van Rome. Die mensen hebben op zich geen banden met het Vaticaan hoor. Maar dat zegt niks. Achter de schermen kan dat allemaal handjeklap geregeld zijn geweest. <coughs> en op dat niveau, ja, het Vaticaan is de basis. Ja. Dat kan je ook goed zien met Donald Trump. Als je Donald Trump en Hillary Clinton en dat soort mensen... die worden allemaal gefotografeerd met kardinalen en bischoppen. Daar maken ze echt geen geheim van. Dat is de wereldpolitiek, de hele wereld. Het is allemaal lang verdeeld... En nu zitten ze in de fase dat ze gewonnen hebben. En, ja, het is een soort eindspel wat ze aan het spelen zijn. En wij, ja, ja voor, ons, voor ons is er niet zoveel veranderd. Wij dienen ons moreel te gedragen. Dat is erg belangrijk. En het allerbelangrijkste voor ons is te zorgen voor onze kinderen op een fatsoenlijke manier. Ik zag vandaag, ik was heel even bij de dokter. hoe iets kleiners hoorde niks aan de hand. Meer. En er was een vrouw in de wachtkamer. Die had een dochtertje. Dat is een beetje druk, meisje. En die moeder blijft zo heel rustig. En dat kind liep weg. Dat vond ik zo'n mooie. Dat kind liep toch... Ter... Het kind, het kind dat kind dreigde dus om de gang op te gaan lopen. En die moeder zei... Nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik wil niet dat je wegloopt. Want dan kan ik je niet zien... En ik wil dat je hier in de kamer blijft, in de wachtkamer. Dat was ook allemaal speelgoed, dus uh, niks aan de hand. Hè. Ik wil dat je hier blijft. En dat meisje de keek zo even naar de moeder en dacht van... nou, ik doe lekker wat ik zelf zin in heb. En die stapte ze die wachtkamer uit, loopt de gang op. En toen verhief die moeder haar stem en uh, riep ze de voornaam van het kindje. En dan zei ze erbij... of je komt nu teruglopen... of... Ik kom naar jou toe en dan til ik je op. Ja, nou, en toen deed het meisje de ik nog een schepje bovenop. En die moeder die stond zo resoluut op. Die beende de gang op. En die tilde dat kind op. En dan sjouwde dat kind mee de wachtkamer in. En dat kind ging even jengelen. En die moeder die, die gaf er helemaal geen aandacht aan. En die zette dat kind op de grond en zei er nog een keer bij: Ik wil jou in de gaten kunnen blijven houden. Dus je mag doen wat je wil, maar ik moet je kunnen blijven zien. En daarom wil ik dat je in de wachtkamer blijft. Kijk, dat is nou de manier waarop je met kinderen omgaat. En die moeder werd helemaal niet emotioneel, die bleef al volledig in de rationaliteit. En je hebt een kind onder je hoede, je bent er verantwoordelijk voor. En nou, zij heeft dan zo'n druk, uh, zo drukke tuinkerbouter. Ja, so be it. Ja, Ieder kind uh, bekt zoals het gebekt is. En jij bent de ouder en je blijft in je rol als ouder. En je informeert je kind. Ja, dus je zegt niet tegen je kind: kom hier. Nee, je zegt tegen je kind: ik wil dat je hier blijft. Ik. Wil dat je hier blijft. Dus je houdt het bij jezelf. Je gaat je kind niet lopen commanderen. Je, je informeert je kind over jouw wil. En dan is het aan het kind om met die info om te gaan en een keuze te maken. Ja, ja. Ja, dat soort dingen zijn heel belangrijk voor ons. Op dat niveau. Op dat microniveau. Aan een macroniveau, ach. Ja. Nee, laat dat maar gewoon gaan. Ik denk dat het op dat macroniveau... Uh, ik denk dat we nog eens moeten uitpluizen met z'n allen wat Johannes... Dat is de auteur van het vierde evangelie. Maar die heeft behalve dat, heeft hij ook nog een... Boek geschreven, dat heet het Boek Openbaring. Dat heeft hij in het Grieks gezegd geschreven en daar heet het Apocalypse. Het is het laatste boek geworden van de Bijbel. Maar daarin staat een, als het ware een soort sociologische analyse van hoe Babylon zich zal ontwikkelen en hoe dat uit zal gaan pakken. En heel veel mensen breken zich daar al, de hebben zich daar al de, de tanden op stuk gebeten hoor. Wat, wat bedoelt hij nou precies en zo? Ik ga er ook, ook nog behoorlijk wat tijd in stoppen. Dus. En als, als ik daar wat van weet, dan zijn jullie de eerste die het horen. Voorlopig nog wat andere dingen te doen. En dat komt vanzelf. Ik, zei, okay, ik ben morgen nog niet dood, man. Ook de dokter vandaag maakte zich geen zorgen. Hij zei: Nou, dan moet je over een week of twee nog maar even terugkomen. Dus hij geeft me nog wel een paar weken. Ja. Ik moet vitaminepillen gaan slikken. Nou, vind ik niet zo erg. Hij zei ook net tegen mij. Mee. Je bent toch geen vegetariër, hè? Ik zei: Nee hoor. Oh, zei hij dan goed. Ik heb wat weinig ijzer in mijn bloed. Dus, uh... Oh ja, die krijg ik ook naar bij. Ja, ijzer moet ik gaan slikken. Maar ja. Een laag ijzergehalte in mijn bloed. Hmm. Wacht eens even, ik krijg plotseling een idee. Maar... Ik denk dat ik voorlopig geen ijzertabletten gaan slikken. Ga toch een eerste even... met hem overleggen. Fijn hè, die hersenen... die een mens zelf heeft. Anyway. Dat microniveau, daar gaat het om. Dus uh, heb jij de verantwoordelijkheid... voor een kind? Jongen, je bent gezegend. Dan zit je op een positie... waar je er wat aan kan gaan doen... Gewoon goed met je kind omgaan. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Eigenlijk moet je dat doen op de automatische piloot. En rol nummer 1. Het is niet jouw kind, het is een kind van God. Wees er een beetje zuinig op. En lever het onbeschadigd af. En doe het zoals die moeder dat deed. En de rest kan je zelf wel invullen. En niet te beschermend. En um, niet je kind helemaal volstouwen met regels. Van we doen het altijd zus en we doen het altijd zo. Uh, laat die kinderen vrij. Erg belangrijk. En Trump. Ach joh. Ik zag laatst een uh, twee... Een, een of andere uh, politicus... Maar die was dan in Vaticaanstad. Dus in het Vaticaanstad was een persconferentie. En degene die dan het woord had, die had een gewoon pak aan. Wel net pak natuurlijk, een mooi pak. Met een stropdas en zo. En diegene die daarnaast zat, die had zo'n klerikaal boordje. Met zo'n wit stukje. Dus die was dan bisschop of zoiets. En die man die zat ernaast, die, 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 uh, die katholieke priester of zo, die zat ernaast. En die andere was dus in dienst van de katholieken, maar dan op de politieke vlak. En die man die dan in dienst was van. Ja, die dus dat pak aanhad. die ging me toch de keer tegen Trump, man? Wauw. Echt met termen als uh, hij gaat zich een keer gedragen, anders zetten wij hem af. Zei hij letterlijk, hè? <laughs> anders zetten wij hem af. Ja, dat Vaticaan zegt dat soort dingen. En geloven me nou maar als dat Vaticaan dat zegt? Dat, dat, die jongens maken geen geintjes. Hè? Ze hebben Abraham Lincoln het vermoord en ze hebben John F. Kennedy vermoord en hebben nog vier andere presidenten vermoord. Maar die jongens valt niet te spotten. En nu al dreigen naar Trump. Dus, Hoe het spelletje nou precies gespeeld gaat worden? Maar ik ga er nog steeds vanuit dat Trump heel goed weet wat hij doet. En dat hij weet dat hij niet tegen het Vaticaan in moet gaan. En dat hij dat ook echt niet zal doen. En dat hij dus ook die belofte heeft geschreven van ik zal vechten voor de katholieken. Dat, 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 dat hij dat niet heeft gedaan uh, om een wit voetje te halen. Maar dat hij dat echt heeft gedaan met de bedoeling om het ook echt te gaan doen. En dat er misschien wat oneenigheid is over op welke manier hij moet vechten voor de katholieken. Misschien dat hij dat wat duidelijker moet maken of zo. Dat ze dan zeggen Oh, als je het zo bedoelt, nee, maar dan vinden we alles goed hoor. Ga het maar lekker door. Of dat ze inderdaad echt genoeg van hem hebben en dat ze van hem af willen en... Maar ik denk niet dat ze... Maar wat denk jij? Zou ze hem laten doodschieten? Kijk. Maar voor hetzelfde geld doen ze het, hoor. Door Reagan, Ronald Reagan, die, die hebben ze ook zo'n uh, aanslag bezorgd. Dus dat had ook ergens mee te maken, hoor. Om een bepaald signaal af te geven of zo. Hè. Wel interessant. Vind ik om te kijken hoe ze dat doen. Hè? En voor ons, kijk, er, er valt niks te treuren. Wij zijn in Nederland onze soevereiniteit kwijtgeraakt toen Willem de Zwijger werd doodgeschoten in de opdracht van het Vaticaan. Dat was voor ons het einde. Maar dat is al zo lang geleden, daar, daar zijn we nu toch wel overheen. Wij zijn onze soevereiniteit kwijt. Toen waren we die kwijt. En Willem de Zwijger moet je ook nog even voorstellen. Dan kan je zeggen: ja, dat was een hele fijne vent. En er zaten ook wel goede kanten aan. Maar het was ook iemand met een. Nou, ja, daar was niet van onbesproken gedrag. Hij was dan zogenaamd gereformeerd of zo. Luthers, zijn ouders waren Luthers. Maar zelf was hij niet zo Luthers hoor. Heb ik mij laten vertellen. Ja, misschien dat het ook niet waar is, maar... Dus ja, recht Nederland. In de Gouden Eeuw was het leuk. Ja, dat is inmiddels alweer... Uh... Meer dan 300 jaar geleden. Dat ja. is ook alweer. Uh, hoeveel generaties? Twaalf generaties. Dat is alweer lang geleden hoor. Toen niemand weet er nog van. Alleen maar in de boeken. Oeh, de goeie eeuw. Maar niemand weet meer hoe het was. Ja, we zitten al heel lang onder die Babylonische heerschappij. En, ja. en het is nooit leuker geworden. Het wordt alleen maar vervelender. Maar je bent er dan ook weer aan dat het uh, vervelender is. En ja, daar schik je je dan ook weer in. En... en dat is dan ook weer niet erg. Ik heb me al lang bij neergelegd dat ja, ik ga mijn oude dag slijten. Nou, ik hoop samen met uh, Wim, mijn vriend Wim. Wim Kruidentuin. dat we ergens een, een klein dingetje kunnen betrekken met z'n tweeën. En dan hij een kamer, ik een kamer. En dan een gedeelde kamer en een keukentje. En een, en een natte cel en een toiletje. En uh, dan delen we de kosten voor het internet. En ja, kijken hoe lang we nog een auto mogen rijden. Zo goedkoop mogelijk leven. Kijk, de, de tijd dat je in Nederland kon denken van nou, ik ga hard werken en dan uh, met mijn 65ste dan uh, laat ik me uitkopen uit mijn eigen bedrijf en dan, uh, dan ben ik miljonair en uh, dan heb ik een landgoed en weet ik wel wat. Ja, die tijd is voorbij. Ja. Dat is niet meer. Dat is ook niet erg, toch? Kijk, voor mij niet. Ik vind het echt helemaal niet erg. Ik vind het ook voor jullie niet erg. Want het gaat toch om andere dingen in het leven. Hè? Dan materialiteit. En dat weet ik omdat ik de Bijbel geloof. Dus, hè, verzamel u geen schatten op deze aarde waar mot en roest ze zullen aantasten. Nou, ja, ik vond het wel een goeie. Met Donald Trump als, uh, als motto, als onderwerp. Heb ik toch weer een hele hoop kunnen leren aan jullie over Babylon. Daar moet je het heel vaak over hebben. Dat is het, dus het enige waar je het over moet hebben. En ik ben aan het voorbereiden om uh, leuke stukjes uit de Bijbel te gaan doen voor jullie. Dat wordt ook hartstikke interessant. Want ik ben al bezig met uh, weerwoord te geven op Bijbelkritieken. Die zijn er ook op internet. Sommigen zelfs uh, bijna direct aan mij gericht. Als oh, jij van de Bijbel bent, Perry, nou wat vind je dan hiervan? En dan komen ze met een of andere tekst, meestal het Oude Testament. Nou, die pareer ik dan. Maar ik ga ook leuke stukjes uit de Bijbel doen. Er komen nog heel veel leuke dingen aan op dit kanaal. Dus blijf vooral kijken. En uh, wil je verzekerd zijn uh, dat je op de hoogte bent van de eerstvolgende. Doe een abonnement aanvragen. <laughs> en op zijn hamburgers zeg ik vol goede moed tegen jullie. Tjus en dag lieverds.